De Gerub laat ons onze ware identiteit zien. Het laat zien wie wij werkelijk zijn. Een Gerub is een mens die volledig inzicht heeft in wat de dood en opstanding van Christus voor hem betekent. Daarom zijn de wielen van Gerubim volledig bedekt met ogen. Hun velgen zaten rondom vol ogen. Dit betekent dat hij één is met God en hij ziet zichzelf zoals God hem heeft gemaakt, namelijk naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Want nu ken je ten dele, maar dan zal je kennen zoals jij zelf door God gekend bent. De Gerub is de mens die tot volmaaktheid is gekomen. Het is de mens die heeft overwonnen en alles van God heeft geërfd. God heeft hem verheven tot de maat van de volheid van Christus. God heeft hem verheven tot op zijn troon, zoals hij beloofd heeft in Openbaring 3. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Daarom hebben de wielen van de Gerub de kleur turquoise. Turquoise is een van de kleuren van de 12 stenen in de borstlap van de hoge priester. Deze stenen droegen de namen van de zonen van Jacob. Turquoise is de steen die aan Zebulon is toebedeeld. Zebulon betekent verhevenen. Dat is precies wat de Gerub is. De mens die tot volmaaktheid is gekomen en door God is verheven tot op zijn troon. Altijd in zijn aanwezigheid. Een Gerub heeft 4 vleugels. Deze vleugels hebben een diepe geestelijke betekenis. In het eerste hoofdstuk van Ezechiël kunnen we al leren wat de vleugels van een Gerub uitbeelden. Ik hoorde het geruis van hun vleugels. Het klonk als de stem van de Almachtige. In hoofdstuk 10 lezen we dit ook. Het geluid van de vleugels van de Gerubs was als de stem van de Almachtige God wanneer hij spreekt. De vleugels van een Gerub zijn een beeld van wat God zegt. Het woord van God. Deze vleugels hebben 2 functies. De eerste daarvan is om ons van de aarde te verheffen. Wanneer de Gerubs hun vleugels ophieven om zich van de aarde te verheffen, draaiden de wielen niet bij hen vandaan. Wanneer je oren hebt om te horen wat de Geest van God tegen jou zegt, zal dat jou verheffen van de aarde naar de hemel. Wanneer je het woord van God gaat begrijpen en geloven, verander je van wie je was naar wie je werkelijk bent. Namelijk een zoon van de schepper van de hemel en aarde. Wat God zegt, laat jou groeien van de oude naar de nieuwe mens. De oude mens leeft vanuit het vlees en redeneert met aardse wijsheid. De nieuwe mens leeft vanuit de geest en naar de wijsheid van God. Paulus zegt het zo. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen we ook het beeld van de hemelse dragen. Dat is wat het met jou doet wanneer je luistert naar wat God zegt en dat door zijn geest in jou volledig gaat begrijpen. Paulus doet er nog een schepje bovenop. Hij zegt: wanneer jij je laat veranderen door wat God tegen jou zegt, word je volledig vernieuwd. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Wat dit precies inhoudt, is voor veel mensen niet duidelijk. Het moet hen geopenbaard worden. Daarom vervolgt Paulus in zijn brief aan de Korintiërs met de uitleg van wat dit voor ons betekent. Hij zegt: zie, ik vertel je geheimenis. We zullen niet alle ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden. Paulus zegt dus dat niet iedereen doodgaat, maar dat wel iedereen veranderd wordt. Hij vertelt ons ook wanneer dat zal gebeuren, namelijk in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Deze bazuin is net als de vleugels van een Gerub een beeld van wat God zegt, het woord van God dat leven geeft. Immers de bazuin zal klinken. En de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. God is een God van leven. Hij heeft nooit gewild dat wij zouden sterven. Luister daarom niet langer naar aardse wijsheid, maar geloof wat God tegen jou zegt. Zijn woord geeft jou vleugels om verheven te worden van de aarde naar de hemel. Zijn woord is leven en bekleedt jou met het onsterfelijke lichaam van Christus.
Twee van de vier vleugels van de cherub werden gebruikt om zich van de aarde te verheffen. Ezechiël vertelt ons ook de functie van de andere twee vleugels. Ieder had twee vleugels die hun lichaam bedekten. We hadden al geleerd dat de vleugels het woord van God uitbeelden. Alles wat God tegen jou zegt. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Wanneer je oren hebt om te horen wat de Geest van God tegen jou zegt, zal dat jouw sterfelijke lichaam bekleden met het onsterfelijke lichaam van Christus. Als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden, want ook wij die in deze tent zijn, daarmee bedoelt Paulus ons lichaam, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. De mens is altijd op zoek geweest naar het eeuwige leven. Vooral in de hedendaagse tijd is de wetenschap dagelijks bezig met manieren te vinden om het leven op aarde te verlengen. De mens gelooft niet meer in de bron van alle leven, de almachtige schepper van alles wat bestaat, en zoekt daarom de oplossing in de chemie en de techniek. Kunstmatige intelligentie is al door de mens officieel tot godheid verklaard, omdat men gelooft dat daarin onze verlossing ligt. Zij denken dat kunstmatige intelligentie ons uiteindelijk het eeuwige leven zal geven. Maar Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is het woord dat vlees geworden is. Hij brengt ons het ware evangelie. Evangelie betekent blijde boodschap. Hij is de boodschap die werkelijk vreugde brengt. Zijn boodschap is leven. Hij zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven, zodat wij niet meer zouden hoeven sterven. Dit weten wij toch dat onze oude mens met hem gekruisigd is? Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij ook dat wij met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft? De dood heerst niet meer over hem. Christus betekent gezalfde. Een mens gezalfd met de Heilige Geest van God. Jezus is het hoofd van Christus en wij zijn het lichaam van Christus. En wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft? Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?